Mevrouw met haar zoontje van 13 jaar wordt dagelijks gesignaleerd in Unmol. Omstanders maken zich druk met dit structureel gebeuren. Wij namen een kijkje en troffen de mevrouw aan met haar zoontje die eigenlijk op dat moment op school moest zitten. We knoopten een gesprek aan en daar mag u ook naar gaan kijken en luisteren. Uw aandacht daarvoor. U bent vaker hier gezien, mevrouw. Ik ga werken en dan kom ik hier zo zitten. Mogen we zo brutaal zijn om te vragen waar u werkt? Zou ik niet, liever niet willen zeggen. Gaat u met uw zoon naar het werk? Neemt u uw zoon mee naar het werk? Ja, toch wel. Hoe oud is hij? Hij is 13 jaar oud. 13? Hij zou op dit moment op school moeten zitten, toch? Ja, dat is zo. Maar voorlopig kan hij niet gaan. Maar waarom interviewt u me zo? Mogen we weten waarom hij niet mag gaan? Ik wil het niet zo zeggen voor die camera. Maar u zal wellicht problemen krijgen met de overheid, want er is een leerplicht tot 16 jaar. Ik weet het wel. Maar ik ben naar het hoofd van zijn school gegaan en heb uitgelegd waarom. Er is veel druk om die jongen voorlopig, dus voorlopig kan hij niet op school. Van, druk? Ja. Die dingen wil ik niet zeggen voor de camera, hè. Psychische druk? Toch wel. Maar het zal wel, er zal wel hulp voor hem zijn, toch? Bent u hulp gaan zoeken voor hem? Ja. Toch wel. En het heeft geen zoden aan de dijk kunnen leggen? Nee, het heeft niet zodanig kunnen helpen. Zou je dat niet met ons willen delen? Misschien is er iemand die naar het, die kijkt en misschien toch nog een, die toch nog een hulp kan geven, toch? Ja, maar niet voor die camera. Men zegt als je problemen niet wereldkundig maakt, komt er geen hulp. Dat... En daarvoor zijn we onder andere hier. U mag het weten, er zijn mensen die zich enorm druk maken, die bezorgd zijn. Dat hebben we gezegd, ja. Maar mijn goede, wat moet ik doen? Het is een heel verhaal dat ik niet wil vertellen voor de camera. Ik zou u wel willen met u willen delen en met anderen. Maar... echt mooi. Maar uw zoon, mevrouw. Ja? U zou echt wel dringend hulp moeten zoeken voor hem. Ik weet niet wat het probleem is. U zegt u wil het niet voor de camera met ons delen. Misschien in een ander gesprek zullen we dat even bespreken. Ja, en ik heb hulp gezocht. Tot in de kerk en zo. Maar het heeft nog niet zodanig kunnen helpen. Maar u brengt de dag hier door. Nee. Dus wanneer ik van het werk kom, kom ik hier zitten en daarna ga ik uitrusten. En uw zoon helpt u wel? Ja. Op het werk? Helpt me toch wel. Ja. Mogen we weten in welke branche het werk is? U hoeft ons niet precies te zeggen waar, maar in welke branche? Wel, u weet, gezien mijn leeftijd... kan je niet overal een werk vinden, dus ik heb maar moeten aannemen wat ik kon vinden. En ik maak toiletten schoon, alleen om hem te kunnen verzorgen. Ja. En komt u uit? Nee, helemaal niet. Niet dat, dat het te weinig is, maar u weet, de kosten zijn hoog, hè. En waar ik verblijf, kan ik niet koken. Dus ik moet steeds eten blijven kopen op straat. Dat is geen leven. Uh-uh. Zo kunt u een tiener niet opvoeden ook. Maar ik kan niet anders. Elk kind heeft een vader. Misschien. Ja. Hij heeft ook een vader. Is dat iemand die met de donderzon is verdwenen en zich niet druk maakt om zijn zoon? Ik kan niet zeggen dat hij zich niet druk maakt, want ik heb hem wel verteld. Ik heb hem laten roepen.
En ik heb hem verteld wat er aan de hand is, maar zodanige hulp heb ik niet direct van hem gekregen. Dus dat zijn ook, ik weet niet wat ik moet zeggen hoor. Ik hoorde u daarnet zeggen dat u, waar u woont, u niet kunt koken. Dus vandaar dat u dus over straat eet. Maar dat is ook niet zo gezond. Ja, ik kijk wel uit wat ik koop. Hoe is uw woonsituatie? Ook niet zo geweldig. Maar ik blijf liever daar dan waar ik voorheen bleef. Waar heeft u gewoon de Tourtonnelaan? Ja. Hoe weet u dat alles? Ja. Wat is er gebeurd met de bollenwinkel van Nunes? Wel meneer, als ik u eerlijk moet vertellen, al mijn geld is gestolen. Ik kan die winkel niet meer draaiende houden. En ik ben vandaar gegaan, want er waren te veel problemen. Nee, echt. U krijgt geen steun van de familie Nunes? Nee, echt niet. Ze zullen me wel uitschelden, maar ik krijg van niemand steun. Maar de familie Nunes was een welgeziene familie in de Tourtonnelaan. Een hele bekende familie. Ja. We zijn hier om hulp voor u te zoeken. Men heeft u zeker verteld, hè. Dat ik hier vaak kwam zitten, dat is waar. Ja. U zou graag wel een eind willen hebben aan dit leven. Natuurlijk, meneer. Ik had een normaal leven, toch? U mag uw hulproep doen, daarvoor zijn we hier. U mag uw hulproep doen, daarvoor zijn we hier. Wel, ik heb echt hulp nodig hoor. Ik heb echt hulp nodig van mensen om me heen. Ik ben al op leeftijd. Ik heb een kind van 13 jaar. We hebben heel veel problemen. Ik zou het niet zo hebben gewild. Ik draaide een snack, u heeft het zelf gezegd. Ik schrik er eigenlijk van dat u zoveel over me weet. Maar ik heb echt hulp nodig. Dus wie me wil steunen mag, echt waar, ik schaam me niet ervoor. Uw zoon heeft ook hulp nodig? Ja. Met ik bedoelen wij. Hij is een heel pintere jongen. Maar nog zouden we toch een model moeten bekijken om hem op school te krijgen? Ja, maar ik ben ook naar bepaalde plaatsen geweest. En men heeft me ook uitgelegd dat het beter is dat hij het volgende schooljaar begint met de school. Want hij heeft te veel meegemaakt. Weet u, en ik wil hem niet zo... Ik voel het aan, ik ben zijn moeder, ik zie ook wat er met hem gebeurt, hè. Hij vertrouwt niemand meer, hè. Het is echt moeilijk. Hij is echt helemaal overstuur. Zal het wel erg zijn wat er met hem is gebeurd? Ja, jawel. Geeft u ons toch nog een kleine indicatie. Dan weten we in welke richting we die hulp zoeken. Dus. Is hij mishandeld? In de uitzending. Geestelijk wel. En daarom is het zo moeilijk, hè. Geestelijk gemarteld. Ja. Elk kind heeft het recht op een goed bestaan. Ja, maar je mag niet, hè. Als ik toch wel even wat wil zeggen. Alles van hem is gestolen. En het doet hem heel veel pijn. Zelfs zijn kleren, zijn speelgoederen. Alles. Het is zo erg dat u nu op straat bent. Ik heb ergens waar ik blijf, hè. Ik moet ook ervoor betalen en het geld is niet genoeg. Toch? Om het te betalen. Ik ben nu, heb ik een achterstand. Dus daarom, u bent eenmaal hier. Ik vraag echt om hulp. Wie me wil helpen. Okay. Sowieso zijn er mensen die willen helpen. Anders waren we niet hier. Want er zijn mensen die zich toch nog druk maken om u. Die ons... Ze vragen me steeds. Ja, maar dit had ik niet verwacht. Maar ja. Hoe heet je? Samuel. Otniel. Nog een keer? Otniel. Otniel. Ja.
goed uitziende jongen die op school zou moeten zitten. Jammer. Ja. Is het toch nog iets dat je met de gemeenschap wilt delen? Is het toch nog iets dat je wilt zeggen? Om natuurlijk om uit deze situatie te komen. Ik neem aan dat je het ook niet leuk zal vinden, toch? Ja, ik voel me echt niet leuk. In welke klas zat je? Welke school? Lufbaan school. In welke klas? Het is zoveel met me gebeurd dat ik... dat ik maar in de derde klas ben blijven zitten. Want eigenlijk gebeurde iets dat ik naar school kan gaan. Dat is erg. Ja. Wil je toch nog zoeken naar die hulp? Je mag vragen naar die hulp. Als er iemand daar is dat ons kan helpen aan een plaats. En helpen om ons leven beter te laten gaan. Ik wil op mezelf wonen toch. Ik begrijp dat het een appartement is waar u woont. Een kamer, ja. Het is geen appartement, een kamer. En ik heb niks daar. Alleen een bed. Maar wie betaalt het niet? Ik moet het zelf betalen, maar ik heb een achterstand. Hoe groot is de achterstand? Dus als ik het samen op ga tellen, wordt het met deze maand 1150 gulden. Die meneer houdt rekenen, ja. Die meneer houdt rekenen met mij. En zodra ik af kan lossen, doe ik het. Hoeveel verdient u als we zo brutaal mogen zijn? Ruwweg 800 gulden. Maar ik kan ook niet elke dag gaan, omdat we in de ochtend moeten gaan heel vroeg. En soms word ik moe, hè. Dus soms sla ik dagen over ook. Dus ik ontvang dagelijks. Begrijpt u? En daarmee koopt u het ene en ander. En wat ik kan. Ja, zo is mijn leven nu. Mevrouw die een snack draaide, zit nu op een bank. Dat wilde men hebben. Hebt u een boodschap aan de mensen die u dit hebben aangedaan? Wel. Ik wil alleen maar zeggen dat God alles zal beslechten. Hij is mijn rechter. En ik wil mijn best blijven doen in het leven. Toch? Ik wil een voorbeeld blijven voor mijn zoon. Ik ben blij dat hij zelf met me is. Want hij kon verkeerde dingen gaan doen, hè. Godzijdank. Godzijdank. Ik blijf God bidden om hulp. En dit is misschien zijn hulp. Daarvoor zijn we er, ja. Om op zoek te gaan naar die hulp voor u. Wel, ik heb me nooit zodanig... Ik heb steeds die winkel gedraaid, hè. En ik heb mijn kapsters A-diploma, maar verder heb ik me niet zo... Wat heb je? Kapsters A-diploma. Maar dat werk ik niet meer willen doen. Het is forcerend, hè. Maar wat is uw vooropleiding? Mulo. Mulo. Ja. Dus je zou best wel leiding kunnen geven aan een tehuis voor kinderen. Ja, dat zou kunnen, maar misschien is het een beetje te zwaar voor me. Ik weet niet zoveel kinderen. Zou u willen kijken hoe de situatie is? Nou, ik zou het dan toch willen proberen. 1 voor 12 heeft een hele dag gewijd naar het zoeken voor hulp voor deze familie. We togen zelf helemaal naar het district Para, waar we een onderhoud hadden met de leiding van een kinderentehuis, die de opvang voor dit gezin wil gaan bekijken. Tot dan blijven wij u, de gemeenschap, de grote 1 voor 12 familie vragen deze mensen de helpende hand te reiken. Zoals u heeft opgemerkt zijn deze mensen op zoek naar hulp. Een goede opvang zodat de jongen naar school kan. En deze mevrouw wil de draad weer oppakken. Neemt u alsjeblieft contact met ons op zodat wij deze mevrouw van bijna 60 jaar en haar minderjarig zoontje hulp kunnen bieden.